En de buurvrouw is begonnen eigenlijk voor mensen die eenzaam zijn. Die zoiets hadden van, we zitten elke avond alleen in ons huis te eten. Hoe fijn zou het zijn als ze dat met anderen konden doen? En allereerst wil ik Peter van der Hout vragen om zijn verhaal te doen vanuit het armoedepact. Ja, goedenavond allemaal. Ik denk dat ik voldoende te verstaan ben. Dat lukt wel, ja. Welkom aan de minister hier in Almelo, eet smakelijk. Almelo, een stad waar van alles te doen is. En een daarvan is ook het armoedepact. Mijn naam is Dina Pas. Ik ben hier namens Schotelmeijtje Almelo. Schotelmeijtje is een volledige 100% vrijwilligersorganisatie. Het beheerpunt is dat we proberen ook op gedragsverandering in te spelen. Hij zal ook al eens gewoon daar gaan staan, ja? Dat moet iedereen nu zien. Dat kun je vanuit het Rijk helemaal niet regelen, dat kun je wel vanuit de gemeente regelen. Vanuit de gemeente kun je veel meer doen om de armoede dicht bij huis op te lossen, vind ik een te makkelijk woord, want oplossen is het vaak niet eens. Maar wel met allerlei projecten, met allerlei organisaties en die samenleving aan de slag te gaan. En daarbij komt dat ook die gemeentelijke overheid, dat niet in zijn eentje kan natuurlijk. En het mooie, en we zitten bijna aan die gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk, het mooie ook van die gemeenteraadsverkiezingen is dat het moment is om het verschil te maken. Dat het moment is om die keuzes te maken die uiteindelijk de mensen in Almelo ook ten goede komen. Dus ja, ik vind het alleen maar bemoedigend als ik al dat soort verhalen hoor van voorbeelden waarvan ik met sommige ken ik er ook gewoon nog uit mijn eigen wethouderspraktijk in Rotterdam. Aansluitend op het stukje armoedepact hebben we een heel klein winkeltje, of niet iedereen hier open. En wat doen jullie met het winkeltje? Wat doen jullie daar dan in dat winkeltje? Kleding. Kleding. Dus hier zit iets om aan te trekken. Nou. Dat heeft dat wel niet. Tenminste hier in Almelo. Zeer goed. Dankjewel. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om hier toch ook te blijven, omdat je feit is in Enschede nu zitten te wachten. Je mag zo gaan reizen. De mensen hier, dank ook voor jullie geduld, want het is iets later geworden dan de bedoeling, maar jullie zijn hier toch maar en hebben je vragen kunnen stellen. Vond het heerlijk gegeten en er rest mij niks anders dan wel thuis en denk aan ons als u gaat stemmen 21 maart.